Hoi en superleuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik ga je in deze video mijn ochtendroutine laten zien. Dus wat ik 's ochtends doe, wanneer ik opsta en hoe ik dus mijn dag begin. David die krolt me hier nog heerlijk eventjes in mijn haar. Ik heb geluk. En mijn wekker gaat meestal 5 minuten na zijn wekker af. En dat is om 7:15. 's Avonds ga ik vaak rond 10 uur slapen, 10:30. En dan sta ik 's ochtends rond 7 uur op, zodat ik in ieder geval voldoende slaap heb gehad. En ik merk gewoon dat ik in de winter wat meer slaap nodig heb dan in de zomer. Ik blijf nog eventjes liggen hier toevallig, maar meestal sta ik gelijk op. Want als ik dat niet doe, dan ben ik echt geneigd om veel te lang te blijven liggen. Maar ik moest eruit ook, want ik had vandaag een webinar die ik ging geven, dus dat scheelde. Ik kruip nog eventjes lekker bij David, even lekker knuffelen, dat vind ik altijd wel zo fijn. En dan uiteindelijk is het toch echt tijd om op te staan en dan sta ik lekker op. En in mijn ochtendroutine zit onder andere yoga en daar begin ik dan ook als allereerste mee. Ik ga hatha yoga doen en dit is een yoga die ik zelf heel erg fijn vind. Je hebt verschillende soorten yoga. Dit is een beetje een medium intensieve yoga. Je kunt hem zelf zo intensief maken als je wilt. Deze heb ik opgeslagen onder een playlist die Body Mind heet. Mocht je hem nou ook willen zien, dan ga dan even naar die playlist toe. Die staat op mijn kanaal en dan kun je hem daar vinden. Er staan nog meer fijne video's van meditaties, maar ook sportvideo's. Maar goed, hatha yoga ga ik dus doen. En dit doe ik meestal iedere dag of om de dag probeer ik dit toch wel te doen. Om gewoon eventjes lekker de dag te beginnen. Rustig ook de dag te beginnen. Dat vind ik met name heel erg belangrijk. En gewoon lekker rek en strek. Ik zie het een beetje als meditatie zonder dat je hoeft stil te zitten. Dus ik focus me hier gewoon echt helemaal op mijn lichaam. En wat ik ook super fijn vind aan yoga, met name deze yoga soort, is dat ik hierbij heel erg goed kan ademen. Dus ik let heel erg op mijn adem. Ik adem namelijk bij yoga helemaal door tot in mijn bekken. En ik merk dat wanneer je dat doet, dat je gewoon minder angsten ervaart in het leven. Dit heeft allemaal weer te maken met dat in je bekken je wortelchakra zit. En die staat in verbinding met of jij last hebt van angsten of niet, omdat het je basischakra is. En door helemaal naar onder te ademen, helemaal tot in je bekken, merk je gewoon dat daar ruimte komt en dat daar wat loskomt, zeg maar. En dat je dus een stabiele basis gaat creëren. Nou, waar yoga dus al wel niet goed voor is. Verschillende oefeningen doe ik en na ongeveer een kwartiertje, half uurtje, ben ik er meestal klaar mee. Is het klaar? En daarna is het tijd voor de Wim Hof ademhalingstechniek. Luister maar naar wat er gezegd wordt. Then you let go. Not fully out. No, fully in. And letting go. Ready to take on your time after the exhalation. En dit doe ik dan 3 rondes, dus 3 keer. The body is charging up. You feel lightheaded, loose in the body, tingling. Contractions of the body. It's all alright. Dan is het tijd om te douchen. Ik neem dus mijn kleding mee naar de douche en leg deze vast klaar, want het is tijd, jongens! Niet zomaar voor een douche! Nee, we gaan ook de Wim Hofman koude douche doen. Maar dit is wel echt super fijn. Dit zorgt er echt voor dat je gewoon gelijk lekker wakker bent, lekker fris de dag begint. En met name als je echt moeite hebt met wakker worden, is dit echt een topmethode. Het zorgt er sowieso voor dat je gewoon weer lekker focust op jezelf.
op je ademhaling. En ja, wat ik al zei, je bent daarna echt super wakker gewoon gelijk. Het is echt koud. Ik begin meestal niet gelijk op zijn koud, dus echt, ja, echt wel op koud. En daarna dan aan het einde zet ik de thermostaat op helemaal koud. Maar als ik dan uit de douche stap, is het lekker warm. En dan, oh, dat voelt zo fijn. Ik kan het echt iedereen aanraden. En dan is het tijd om me gewoon lekker aan te kleden. En om vervolgens mijn haar te gaan doen. Gewoon even lekker mijn haar kammen, doorborstelen en zorgen dat het weer goed komt te zitten. Ik doe er verder eigenlijk helemaal niets mee. Ik heb het de avond ervoor nog gewassen. Dus dat hoeft niet. En ik was het ook eigenlijk maar 2 keer in de week. Om ervoor te zorgen dat het niet te vet wordt. Dan gebruik ik de deodorant. Deze is vegan. En dit is een op zout gebaseerde deodorant. Die ik laatste keer heb gekocht. Je kon hem zien in de shoplog. En die vind ik op zich wel fijn. Ik moest er wel heel erg aan wennen in het begin. Dan nog tijd voor wat mascara. Omdat ik dus een webinar ga geven en ik er dus wel een beetje leuk wil uitzien. En dan ja, zie ik er eigenlijk wel goed uit, vind ik zelf. Tijd om dan even het bed op te maken. Ook dat vind ik wel een fijne routine 's ochtends. Gewoon weer lekker eventjes dat het bed is opgemaakt. Want het, ja, voor mij is het gewoon echt, als het huis gewoon rustig is en op orde is, is mijn hoofd ook rustig, ja, rustig en op orde. En vervolgens ga ik naar beneden toe en zet ik de waterkoker vast aan, omdat ik straks een kop thee ga drinken. Maar eerst begin ik met CBD-olie. Hiervan neem ik 3 druppels 's ochtends in en 3 druppels 's avonds. En dit zorgt er bij mij gewoon voor dat ik wat meer geconcentreerd ben, wat meer gefocust ben, met name na mijn burn-out ja, heb ik daar gewoon nog wat moeite mee. Het water voor de thee heeft gekookt, dus dat ga ik inschenken. En vervolgens doe ik ook altijd een beetje heet water in de andere, ja, in het andere glas of in de andere mok bij het koude water, zodat ik dan lauw water krijg voor de citroen. Want 's ochtends begin ik altijd dus met thee, maar daarvoor neem ik nog een glas lauwwarm water met een ja, met citroensap erdoorheen. En dit vind ik zelf gewoon heel erg prettig, omdat citroen bordevol met vitamines zit. En ja, het zorgt er bij mij gewoon voor dat ik wat minder last heb van een opgeblazen gevoel met name. En ja, het is gewoon heel erg gezond voor je, lauw water met citroen. Dit drink ik wel met een rietje, omdat het gewoon heel slecht is voor je tanden. En in de tussentijd, toen het water aan het koken was, heb ik vast een schaaltje gepakt. En daarin plantaardige melk opgewarmd voor havermout, want dat eet ik vaak 's ochtends. Of 2 volkoren bolletjes. En dit neem ik dan ook mee naar boven, want ik ga aan het werk. Ik ga aan de slag voor mijn eigen bedrijf. En daar eet ik dan vaak mijn ontbijt ook op. En dat was eigenlijk hoe mijn ochtendroutine eruit ziet. Ik hoop dat je de video leuk vond. Ik wil je natuurlijk super erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet nog een duimpje omhoog te doen wanneer je de video leuk vond. En dan zie ik je heel graag weer volgende keer terug bij een nieuwe video. Doei!